Precies 30 jaar geleden creëerde Peugeot deze auto, de 205 GTI. En daarmee bouwde het niet alleen een legende, maar ook een monumentaal probleem voor zichzelf. Dat van die legende hoef ik denk ik niet uit te leggen, want voor veel mensen is dit dé hot hatch van de jaren 80. Of misschien wel dé hot hatch, punt. Maar het probleem is dat er daarna nooit meer een Peugeot GTI kwam die zo iconisch is als deze. Die zo met kop en schouders boven al het andere uitstak. Een voorbeeld? De Peugeot 208 GTI van vorig jaar. Best een aardige auto. Snel, redelijk sportief, toch nog comfortabel. Maar ja, hij heeft wel last van die supersportieve Fiesta ST en Renault Clio RS. Maar nu, voor de 30ste verjaardag van de 205 GTI, gaat Peugeot dat allemaal oplossen. Ja, want op het gebied van pure sportiviteit had de Peugeot 208 GTI nog wel wat achterstand op bijvoorbeeld de Fiesta ST of de Clio RS. Nou, die achterstand hebben ze met deze 30th wel behoorlijk weten in te lopen, want hij is echt behoorlijk aangepast ten opzichte van de standaardversie. Voor werd de spoorbreedte bijvoorbeeld verbreed met 22 mm, achter met 16. Hij staat een centimeter dichter bij het asfalt en heel belangrijk, hij heeft een mechanisch sperdifferentieel gekregen. En dat sperdifferentieel, dat drukt eigenlijk de grootste stempel op het weggedrag van deze 208 30th. Anniversary Edition. Want dat zorgt ervoor dat de kracht bij het uitkomen van de bocht eigenlijk naar het buitenste wiel gaat, wat op dat moment het meeste grip heeft. En dat zorgt ervoor dat je toch wel ontzettend hard de bocht uit kan komen. We rijden nu op een heel klein circuitje met een beetje nat wegdek. En toch kun je ontzettend veel gas geven als je de bocht uitkomt. En het is redelijk uniek in het B-segment. Alleen de Opel Corsa OPC Nürburgring Edition had het onlangs nog. En het werkt echt heel erg goed. Je kunt ontzettend veel power kwijt, maar omdat hij wat dichter bij het asfalt ligt en ook omdat de veerratio wat is aangepast, heeft hij nu minder de neiging om dat binnenste achterwiel op te tillen. Dus hij is echt een stuk strakker geworden. Dat komt hem echt puur op sportiviteit, komt hem dat echt te goede. En dat zonder dat hij echt knetterhard is geworden. Dus dat is een hele knappe prestatie. Ja, het motorische gedeelte van de 208 GTI 30th verandert wat minder. Het is nog steeds dezelfde 1.6 turbomotor. Hij heeft alleen wel iets meer vermogen, 8 pk. En daarmee komt het totaal op 208 pk. Dat is humor. Hij heeft 300 Nm, dat is ook iets meer dan voorheen. En ja, eigenlijk motorisch, dat was nooit echt het probleem van de 208 GTI. Hij is snel, hangt in principe goed aan het gas, klein beetje turbovertraging. Maar dan is hij wel heel erg krachtig en hij smeert het koppel ook uit over een heel breed toerengebied. En dat is maar goed ook, want hij heeft enorm lange bakverhoudingen. Ter illustratie, je haalt 110 in de tweede versnelling. En dat is voor zo'n klein autootje met een zesbak gewoon heel erg hard. Dat betekent wel dat je heel veel kan in één versnelling, maar dat je ook af en toe net niet helemaal lekker uitkomt. En ook het schakelen. Het is een beetje alsof je niet vast zit aan schakelstangetjes, maar aan trekdrop. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de koppeling. Die is een klein beetje te gevoelloos voor zo'n sportieve auto als deze. Maar goed, over het algemeen, ja, de aandrijflijn was al goed. Is iets verder verbeterd. Dus ja, dat is prima. Met de 30th doet Peugeot de 208 GTI een grandioos cadeau. Want met dit pakket kan de 208 GTI meedoen om de sportiefste auto in de klassetitel. En dit is eigenlijk de auto die de 208 GTI misschien wel vanaf het begin af aan had moeten zijn. Maar het is helaas ook wel een duur betaald cadeau. Want de prijs van deze 30th is €30.208. Dat is een hele grappige prijs. Het is ook een behoorlijke prijs. Want het is zo'n €4.000 meer dan de standaard 208 GTI. Het is ook zo'n €3.000 tot €4.000 meer dan een Fiesta ST of een Clio RS. Maar goed, afgezien daarvan moeten we deze auto misschien wel in een ander licht zien. Want deze auto bewijst dat er voor de liefhebbers van snelle Peugeot eindelijk wel weer eens goede tijden zouden kunnen aanbreken.